Hoi, ik ben Tessa. Jij gaat vakantiewerk doen bij het CWZ en ik ga je een aantal belangrijke dingen vertellen. Heel veel informatie vind je al op onze website werkenbijcwz.nl en daar vind je ook linkjes naar andere websites, zowel over het vakantiewerk als over het minimum jeugdloon. Er gelden namelijk andere regels wanneer je nog geen 18 bent en gaat werken. Hoi, ik ben Cyril. Als je van start gaat, dan kan je hier je fiets zetten. En er is een speciale stalling waar je met je pasje je fiets beveiligd neer kan zetten. Kom je met de auto, vraag dan een flexwerk of je een vergunning kan krijgen om te parkeren. Je eerste werkdag haal je een badge. Hier kan je geld op zetten en dan kan je met korting eten kopen in het restaurant. Hier kan je ook je kleding mee halen. Je hoort en je ziet veel op een afdeling, maar je hebt wel geheimhoudingsplicht. En dat betekent eigenlijk dat je niet mag vertellen over de patiënten buiten het CWZ om. Goedemorgen. Bij acute situaties zoals brand, bel dan direct 5555. Je moet altijd een maandje wachten op je salaris. Je gewerkte uren in juli die krijg je uitbetaald in eind augustus. En die van augustus krijg je uitbetaald eind september. In je contract staat ook wat je per uur gaat verdienen. Dit is wel bruto, want er gaat nog belasting en premie vanaf. Maar je krijgt er ook nog wat bij, want je vakantiedagen die worden uitbetaald. En als je uitdienst gaat, krijg je nog 8% van je vakantiegeld uitbetaald over al je gewerkte uren. Het salarisstrookje ontvang je digitaal. Je ontvangt een wachtwoord zodat je het salarisstrookje kunt openen. Je kunt zelf je uren checken, je hebt digitaal inzage in je rooster en je kunt controleren of je uren goed verwerkt zijn. Hoe je dit moet doen, dat lees je in de instructie die je zult ontvangen. Na je dienst kan je je kleding meteen hier inleveren en hoef je hem ook niet zelf te wassen. Dat is fijn. Word je ziek? Bel dan gelijk je leidinggevende en bel flexwerk. Als je vragen hebt en je hebt het antwoord niet kunnen vinden en je leidinggevende weet het antwoord ook niet, bel of mail dan direct met flexwerk. Succes!